De gemeente Nijmegen maakt zich zorgen om structurele leegstand van winkelpanden in de Bloemenstraat, winkelcentrum Molenpoort en de Hertogstraat. Alle drie de locaties zijn benoemd tot aandachtsgebieden. De gemeente gaat voornamelijk aan de slag met de Bloemenstraat en de Hertogstraat. Er wordt gewerkt aan een beter vestigingsklimaat voor ondernemers. In de Bloemenstraat is deze zomer al een nieuwe autoluwe in de richting van de openbare ruimte gerealiseerd. Ook kreeg de straat brede trottoirs en een nieuwe aankleding. De Bloemenstraat moet het podium worden voor nieuwe concepten en producten. Hiervoor wil de gemeente ambachtelijke bedrijven, zoals nu bijvoorbeeld in het Honigcomplex, uitdagen om naar de Bloemenstraat te komen. De Hertogstraat kent minder leegstand, maar daar zijn enkele panden op de begaande grond als woonhuis ingevuld. Het zou de straat ontbreken aan een duidelijk profiel. Alleen doelgerichte bezoekers komen naar de Hertogstraat. In de voorgestelde plannen moet het gebied een culinair kwartier worden. Om de straat aantrekkelijker te maken moet er minder verkeer komen, meer samenhang zijn en gezamenlijke marketing gevoerd worden. Het Fort Knotsenburg wordt aanstaande zaterdag geopend voor publiek. Eeuwen geleden was dit fort een strategisch punt in de strijd tegen de Spanjaarden. Later viel het fort in Franse handen. Ze brachten een singel aan rond het front die na de sloop in de 19e eeuw nog als enige overbleef. Althans, dat dacht men. Bij opgraving en aanloop naar het grote project Ruimte voor de Waal werden er namelijk nog meer overblijfselen teruggevonden, zoals delen van de ophaalbrug en de fundamenten van de toegangspoort. De afgelopen periode zijn deze vondsten gebruikt om het fort zo goed mogelijk te reconstrueren. Fort Knotsenburg is gelegen op de noordoever van Veurland en vrij toegankelijk via een wandelpad. Er zijn voldoende gegadigden die jachtslot De Mokerheide in de toekomst willen uitbaten. Tientallen ondernemers hebben zich gemeld bij eigenaar Natuurmonumenten. Voordat er stappen worden gezet richting een nieuwe exploitant wil de organisatie eerst de restauratie regelen. Daar is tussen de 1 en 1,5 miljoen euro voor nodig, aldus Natuurmonumenten. Eind september werd bekend dat Natuurmonumenten niet verder wil met de huidige exploitant, Henny van Hout.